Scheids? Scheids, hier mag je fluiten. Ja, ik vond het heel licht. Ja, ik vind het in de Eredivisie is dit een panel. Welkom, goed dat je weer kijkt naar Koning FIFA. Ik sta vandaag in Stadion Gelredome in Arnhem. De tribunes zijn leeg. Herrie is het wel. Geen climax vandaag, maar open dag van de Vitesse Kids Club. Heel veel mensen staan hier waar normaal het veld ligt. En ik ga hier spelen tegen Kevin Dix van Vitesse. De spelersbus van Vitesse, jongens. Altijd al een keertje van binnen willen zien. Fantastisch. Ja, hier zitten de vedettes van Vitesse. Handtekeningen uit te delen. Hoe vaak kun je als kind nou zo dicht bij je helden komen? Ik denk niet zo vaak. Dit is mooi hoor, dit is mooi. Yes jongens, het gaat gebeuren. De lang verwachte battle tegen Kevin Dix van Vitesse. Eloy Room zei al dat ik je kon hebben. We zullen het zien. Wat ga je daaraan doen? Ik heb me voorbereid, ik heb de beelden bekeken. Ik ga mijn goede kant laten zien tegen jou. Is goed, welke beelden heb je gezien dan? De beelden van jou tegen Eloy. Oké. En hoe heb je je dan voorbereid? Is dat tactisch of hoe moet ik dat zien? Beide, mentaal, tactisch. Mentaal? Oh, tactisch, jongens. Ik probeer ook mentaal te proberen te pakken en dat hoop ik dat het maar gaat lukken. Netjes, ik ben heel benieuwd. Ja? Nee, wij gaan spelen, sorry jongen. Sorry jongen. Hey, alles goed? Ben jij binnen of hij? Ik natuurlijk. Wat denk jij? Hij! Is hij goed? Dat zullen we zien of ik de FIFA koning word. Jongens, we gaan het zien. Iedereen is benieuwd hier. Ik heb het met welk team ga je spelen? Barcelona. Ja. Goed, ik heb één klein addertje om het gras zou je kunnen zeggen. We gaan Kevin Dix dan in Barcelona zetten. Geen probleem. Dus heb je één, nou ja, wordt is makkelijker. Is geen zwakke schakel. Nee, zeker niet. Tuurlijk, oké. Gaan we eventjes een transfertje doen in het spel. Dat gaat bij teams bewerken, geloof ik. Clubtransfers. Dat zou een mooie transfer zijn, zeg trouwens. Vitesse Barcelona? Wie wil dat nou niet? Wie wil dat niet, inderdaad. Even kijken. Hier heb je hem. Naar Spanje. Lekker naar de zon. Ah, je hebt ook wel een klein beetje, je hebt al mooie kleurtjes. Ja, ik ben altijd half Molux, dus... Half Molux? Ja, dat gaat snel. Ja, ik ga naar Barcelona. Goeie, hè? Dan kun je misschien niet meer zien spelen hier. Nee, joh. Oké, Kevin Dix zit naar Barcelona. Welk team ga ik dan pakken? Ik kan het natuurlijk niet helemaal voorbereid, mentaal, tactisch. Welk team ga ik dan gaan pakken? Oké, terwijl wij dit opnemen... Heeft PSV net een dijk van wedstrijd gespeeld tegen Atletico Madrid. Dus jij gaat Atletico Madrid zijn? Ik denk dat dat wel leuk is. Tuurlijk zijn we al een paar weken verder, misschien voordat dit echt online komt. Ja. Maar ik ga gewoon Atletico Madrid pakken. We zullen het zien. Is goed. Kevin, één vraag. Ja. Waar gaan we om spelen? Ik bedoel, als ik van jou win, wat heb je dan misschien iets van mij? Van Elo Roman, ik een heel mooi shirtje gekregen. Ik weet niet of dat voor jou mogelijk is. Ik heb wel een shirtje voor je. Heb jij een shirtje? Dat komt wel goed. Die ga ik dan weggeven aan de kijkers. Dus jullie kunnen gewoon een shirtje van Kevin Dix winnen. Nou, dat is dik. En als jij wint, heb je misschien heb je iets grappigs. Ik heb misschien zelf wat bedacht. Er zijn natuurlijk heel veel Vitesse-fans. Ja. Het lijkt mij nou grappig, als je van mij wint, dan zal ik hier van de daken schreeuwen. Zal ik aan iedereen vertellen dat jij beter bent dan ik. Dat is goed. Ja, is dat goed? Extra motivatie. Oké, top. Dan gaan we het zo doen. Aanvallend. Oh jongens, dit zijn twee aanvallende ploegen. Dat is echt heerlijk. Oh, daar was hij al bijna. Helemaal niks aan de hand, joh. Oblak. Oké. Opbouwen, doe maar. Hier, kijk eens. Openingen. Oh, jongens, hé. Maar ik heb fraudebacks. Maakt niet uit. Je noemt je dik nu gewoon fraude spelen in de FIFA. Nee. Ik bedoel Alba. Ja. Kom maar binnen. Kom op, Dix. Aansluiten. Je bent zelf ook maar aanvallen spelen, dit is echt sowieso, hè? Ja, zeker. Graag een voorzetje. Oh, trucjes, alles! Nee, niet naar hem! Nee, ook weer naar hem! Vrij trap! Op een linker plek wel, hoor, jongens. Ah, gaat hij naar de goal lopen? Dan ben je bang! Messi achter de bal, jongen, je moet dan toch wel iets. Onderschepping. Counter. Counterploeg. Daar is die Griezmann. Met Iniesta. Griezmann, schitterend vrijgespeeld. En dan, waar ligt de ruimte? Hier, op randje 16 weer, natuurlijk. Carrasco is hier links of rechts, ik weet het eigenlijk niet, links. Oh, wat een goal! Goal! Hij is rechts. Jij weet dat gewoon. Hij is rechts. En toch, maakt niet uit. Nou moet ik komen. Ja, nu moet je komen, ja. Maar goed, je hebt al aanvallend ingesteld. Luis, trek even naar binnen, zeg.
Ja, maar dit kan Oba ook, hè? Dus pas maar op. Kijk, er is... Oh, jongens. Kap. En nog een keer kap. Mascherano is gezien, tweede paal. Nu moet het 2-0 zijn, dit is 2-0. Dan gaat het ineens rap. Rakitic. Ik heb jullie op trainingskamp zien spelen, hè, bij Vitesse. Wie is er nou het beste bij jullie? Ja, ik heb verloren, maar dat betekent niet dat ik... Nee, zeker. Nee, dat klopt wel. Een potje verliezen wil je niet. Hé, scheet! Dit was een pendel! Oh, mijn god. Ik kan geen normaal gesprek voeren nu met Kevin, maar dat is ook helemaal niet erg. Ik hou wel van die quote. Dus zo ben ik normaal zelf ook wel. Zeker als ik achter sta. Maar goed, weet je, ondertussen koken. Kap. Koken. Kap. Kap, nog een keer. Oh, je maakt me gek met je woorden. Koken, maar maakt niet uit. We hebben nog steeds de bal. En dan nu, nog een kap. Oh, goed verdedigd. Goed verdedigd. Oh. Door Dix notabene. En dan krijgt hij hem weg. Ja, hij krijgt hem weg. Ja, jongens. Hoe vinden we het gaan? Ik vind het goed gaan. Vind je het goed gaan? Ze vinden het goed gaan. Wie is mijn specialist? Ga heel even kijken. Wie is de specialist hier? Vrij trap een keer naar Carrasco. Wordt het toch weer... Hij is inderdaad rechts. Maar dan wordt het gewoon toch weer Carrasco. Oh, niet lekker meegegeven. Griezmann, tweede paal neerleggen dan maar. Dat gaat ook niet. Wat kan Barcelona nog voor rust? Kevin Dix in de gelederen. Oh, dit is een versnelling van je welste van Suarez, maar... Scheids? Scheids, hier mag je fluiten. Ik vond het heel licht. Ja, ik vind het in de Eredivisie is dit een panel. Is dit een beetje kritiek op de scheidsrechter van de Eredivisie? Kijk. Houd maar bij. Oh. Dit is een goed schot. In de Eredivisie was dit een penalty, ja. Korte corners. Hij doet dit vaker. Dit is gewoon... Oh. Rakitic. Gewoon met links, maakt niks uit. Oblak, waar ben je? Oblak had een beetje paniek. Countertje. Gewoon een vies countertje. Nee, tuurlijk. Nee. Torres, op snelheid. Overtreding maken. Gaat niet gebeuren. Dat gaat wel gebeuren. Oh. Ja, goed gedaan, jongen. Op rechts. Gabi. Nee, niet doorstappen. En nu doorstappen. En kap. Geen beter spel, denk ik. Thiago, dit moet gewoon eigenlijk 3-0 zijn. Thiago. Oh. Gabi. Griezmann naar de lange hoek. Oh. Rustig. Wat een aanval. Wat een aanval. Van de Rogi Blancos. Ja. Ik heb even een korte analyse, hoe vind je het gaan? Ja, ik zat ziek zeggen, meer. Ja, ik had wel wat beter kunnen doen. Ik had wel een goaltje moeten maken. En ja, jij hebt twee kansen, twee goals. Gewoon onverdiend deze voorsprong. Nee, dat zeg ik niet. Oh, okay. Dat zeg ik niet. Maar ik had er wel wat meer uit kunnen halen. Ja, dat ben ik mee met je eens. Ga je nog tactisch iets aanpassen in de tweede helft? Meer schoppen. Meer schoppen. En ja. Mentaal? Mentaal, ja, als ik tegen jou praat, dan raak je een beetje in paniek, heb ik al. Oh, is dat zo? Ja. Is dat zo? Kijk, okay. Paniek. Dus er gaat meer gepraat worden in de tweede helft, dat is duidelijk, ja. Goeie tackle, jongen. Dat is cruciaal. Cruciaal, maar je verliest hem. Oh, Griezmann. Dit heb ik gedaan. Nee! Het was helemaal open! Het was helemaal open, huis! Het lag aardig open hier. Ah, wat een scheids. Oh, Griezmann. En dan meegeven of zelf. Griezmann zelf meegeven. Alsnog meegeven. Oh, wat doet hij? Hij komt tekort. Hij komt gewoon in teenlink te tekort. Torres. Ja, maar dat heb ik goed gedaan. Toch niet meer de spits die hij ooit was. Come on, Dix. Ja, kom op, Dix. Come on, Dix. Come on, Dix. Oh, schoppen. Koken. Waar was Dix? Dix was even in de... Tweede paal. Griezmann. Met links weer Carrasco. Oh! Het linkerbeen van Carrasco heeft een gouden dag. Griezmann. Oh, goed verdedigd. Je mag wisselen nu als je wilt. Ja, laat ik dat maar doen. 64 minuten gespeeld. 2-0 nog voor Atletico. Wat moet Kevin niks gaan doen? Geen idee. Ja, het is lastig. Laat het dan maar niet horen. Goed, we gaan gewoon verder. Ik weet hoe je trucjes doet. Wat zeg je? Kijk, hij wordt afgeleid. En dan is het meteen een goal! Oh. Nee. Zo makkelijk gaat dat niet. Oh, dat is minder. Er wordt druk gezet. Oh, die schitteren. Er wordt druk gezet. Die rechterkant ligt helemaal open, maar die paas komt er wel, ja. Griezmann, ja, dit moet gewoon 3-0 zijn nu een keertje. Korte hoek. Oh, wat een matig schot.
Ja, ik vind het altijd lastig als ik tegen Real Madrid speel, als je dat bedoelt. Torres, weer niet. Ik deed het niet. Oh, nee. Ik heb het knopje. Nee, echt? Ja, serieus. Wel van afblijven hoor. Dat is heel belangrijk. dit komt op YouTube. Als ik verlies nu 3-0, dan wordt het heel erg. Schamen ze zich voor hem, ja. Thiago Langehoek. Oh, weer niet. Keeper Torres. Hoe kan dat? Ja, ik weet het ook niet, jongen. Ik weet ook niet hoe ik hem missen. Hey, scheids! Hey! Nee, dat was hem. Atletico krijgt bijna geen goal tegen, joh. Hey, ik merk het. Oké. Ja, jongens, het wordt denk ik 2-0. Of gaat er nog één eretreffertje komen? Voor Kevin Dix. Hier aan de rechterkant met Messi. Messi de voorzet is goed. Tweede paal en dan in de handen van Oblak. Het gaat bij 2-0 blijven, jongens. 2-0. Ja, 2-0. Kevin, onwijs bedankt. Geen probleem. En dat betekent ook... Ja. Dat ik een heel mooi shirtje van Kevin Dix krijg. Ja, ja, die ga ik op laten sturen. Helemaal perfect, ja. We wonen dicht bij elkaar, dus dat gaat helemaal goed komen. Komt wel goed. Als hij had gewonnen, dan had ik hier aan jullie allemaal verteld dat hij beter was dan ik. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Ik hoop dat je het leuk vond. Zeker. En bedankt voor deze heerlijke battle. Het was een mooie pot. Het was gezellig hier met alle kinderen achter ons in Gelredoom. We gaan gewoon weer verder met de open dag van de Kids Club. Bedankt voor het kijken. Abonneer natuurlijk, like deze video, like het voor Kevin Dix. En laat even weten waarom je shirt wilt winnen natuurlijk. Heel belangrijk. Dat maak ik dan een week later bekend. Ik zeg adios. Rustig aan. Tacos.